En er zal erop worden toegezien dat de schenking geneesmiddelen van de Indiase regering kosteloos wordt verstrekt aan het volk. Dit zegt Malti Sarju, de directeur van de Bedrijfsgeneesmiddelen Voorzieningen Suriname, BGVS, tegen de STVS-redactie. De distributie zal onder andere geschieden via de regionale gezondheidsdienst RGD. Laat me dit vermelden, dat deze medicamenten verstrekt zullen worden aan de eerste lijn zorg. En in deze gaat het om de polyklinieken van de regionale gezondheidsdienst. En aan de medische zending, dat is dus de eerste lijn. Tweede zijn dus de ziekenhuizen zoals Adjoni. Die zitten in het binnenland, maar ook aan de ziekenhuizen in de stad en in Nigeria. Die zijn dus de ontvangende instanties, niet de particuliere apotheken. Dus het gaat naar deze instellingen. Er zijn gesprekken gaande dat deze medicamenten duidelijk aangegeven moeten worden door de instellingen. Dat zij gratis verstrekt worden. Er zal een goede registratie op nagehouden worden, zodat bij het registreren wij kunnen zien bij wie, aan wie het is afgegeven. Maar ook dat de instellingen ook aan ons BGVS kunnen vragen om aan te vullen. De lading is op 4 augustus in Suriname gearriveerd en heeft een waarde van $600.000. Op 7 augustus is deze partij ceremonieel overhandigd aan de Surinaamse regering. Sarju ontkent verder dat er een hoestdrank genaamd Cold Out tussen de lading medicamenten zit. Eén, om het product waarover naar wordt verwezen in een regio nieuws over Cold Out. Nee, wij hebben dat product niet in onze donatie. Dat is één. En het tweede, nogmaals wil ik benadrukken, dat elk medicament dat is ontvangen, dat we daarvan een sample nemen, laten testen door het laboratorium en pas bij vrijgifte het in de gemeenschap komt. Sarju geeft tot slot aan dat de schenking medicamenten momenteel testen ondergaan met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid. Dit is een standaard procedure. Nadat de medicamenten goed zijn bevonden door het laboratorium, zullen deze na een week gedistribueerd worden. Het gaat om een lading van medicamenten met minimaal een jaar. Deze medicamenten hebben een vervaldatum van 2 tot 3 jaar. Dus ze vervallen in 2025 of 2026. Het zijn allemaal medicamenten, verse batch noemen dat, die dus pas gemaakt zijn. Dus ze hebben een vervaldatum tot en met 2025, 2026.